De IMF-missie die Suriname vorige week heeft aangedaan, keert tevreden terug. Het team is onder de indruk van Surinames inspanningen om het door het IMF ondersteunende herstelprogramma zo goed mogelijk uit te voeren. Voor Bruno Saraiva, Alternate Executive Director, is het een voldoening om te zien hoe toegewijd Suriname is in het uitvoeren van het programma. Het IMF-team heeft een goede samenwerking met het ministerie van Financiën en Planning en de Centrale Bank van Suriname. IMF is ervan overtuigd dat Suriname alles in orde zal hebben om de volgende targets te halen. President Chandrika Prasad Santokhi heeft de vakbeweging en het bedrijfsleven geïnformeerd over actuele ontwikkelingen op bestuurlijk vlak. De vakbeweging en het bedrijfsleven hebben onder meer hun bezorgdheid geuit over de politieke instabiliteit. Aangegeven is dat het bedrijfsleven een bijdrage wil leveren aan duurzame ontwikkeling. Volgens de twee partners is politiek-bestuurlijke stabiliteit nodig om de rust in de samenleving te bewaren en duurzame ontwikkeling te garanderen. De strafzaak in hoger beroep tegen de verdachte R. van Trikt is op 7 augustus wederom behandeld. De zaak stond voor een vervolgpleidooi van de advocaat C. Algo. Zij vroeg het Hof om het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk te verklaren voor twee feiten opgenomen in de tenlastelegging. Voor de overige feiten vroeg zij vrijspraak voor haar cliënt. Op 23 oktober zal officier S. Mahadeel repliceren door te reageren op het pleidooi van de advocaten.